Hallo, kijk naar Splits met een nieuwe video. Ja, je weet het allemaal, het is bijna kerst. En ja, mijn kerstvideo. En je hoort de visboer achter me trouwens. Dus als je denkt, wat hoor ik allemaal? Ja, dat hoor je dus de visboer. Maar in ieder geval, dames en heren, ik ga dus vertellen wat ik dus allemaal gekregen heb rondom kerst. En dit is niet alles. Ik heb nog heel veel andere dingen gekregen. Ik heb hier een tasje. Een tasje heb ik daar. En goed, ik neem jullie even mee wat ik allemaal gekregen heb. Ik zal even het tasje even bijpakken. Er zit heel veel spul in. Vanuit Sinterklaas, zeg maar, dat was nog voor de kerst, had ik een soort chocoladeletter gekregen. En je ziet hem al op dat die bijna al helemaal opgegeten is. Er zitten nog twee grote chocoladestukken in, maar het was een hele grote chocoladeletter. Dan moet ik wel zeggen, ik ben zelf niet van witte chocolade, maar op zich, ja, hij komt wel op. En dat was van in ieder geval rond Sinterklaas. Ik heb vanuit mijn dorpskrant, zeg maar, heb ik, nou ja, in ieder geval wat bakkerijspullen gekregen, waaronder dus chocolade, pepernoten, en er zaten nog meer dingen in, hoor. Er zat niet alleen dit in, maar er zat ook iets van suikerbrood in en er zat iets van een cake in en weet ik het allemaal. Maar in ieder geval, dit zat er ook nog in en dit is nog overgebleven van het hele kerstpakket eigenlijk. Ik heb eigenlijk, moet even zoeken waar die is. Ik heb van mijn ene werk, dus van Leeuwarden werkgroep, heb ik in ieder geval deze mok gekregen. Oh, ik zie dat ding er nog in zit. Ik heb in ieder geval deze mok gekregen en het zat er nog kaasjes in. Ik kon ze even niet vinden. En zuurstok een beetje in deze vorm ook. Dus ik vind hem zelf heel mooi. Er zit ook een soort chocoladebal bij, waar je dus ook nog, nou ja, chocolade melk kon hebben. Dus dat in ieder geval vanuit de Leeuwarden. Ik heb ook nog, ja, ik zag hem al. Hey, ik heb hem al uitgehaald. Zo net, dit komt net binnen. Een van de twee, hoe heet het ook weer, kerstbal gekregen. Jeetje, ik moet even nadenken. En deze kerstbal had ik, dus ik had ook een chocoladebal en zat eigenlijk deze tas hoort er nog bij en er zat nog een briefje bij. Dat is deze. Zodat er niks kapot gaat hier. Dat was dit briefje, die heb ik er nog bij gegeven. En feestdagen, een gelukkig nieuwjaar namens het team van Max Appelzorg. Zelf zit ik er niet bij. Ik heb zelf niks met Max op school, maar ja, goed, ik mocht er wel bij komen. Mijn werk, zeg maar, die werd uitgenodigd voor dit. Voor een kerstviering. En daarbij hebben we dus kerstbal gekregen. Wat ik zeg, ik ben blij met een mooie gouden bal. Vanuit diezelfde school trouwens. Ik zal even kijken, dat zit hier niet in. Maar mochten we ook nog 50 euro uitbesteden. En vanuit die 50 euro hebben we onze kerstmarkt opgegaan. Of soort schoolkerstmarkt was het. En vanuit die kerstmarkt heb ik in ieder geval fokken en sukken gevonden. Dus een soort stripreeks, een beetje grovere humor. Die moet je wel tegen kunnen, moet ik zeggen. En ik heb ook Dirk Jan gevonden. Dat is ook een best wel wat grovere stripreeks, moet ik zeggen. Dus ook wel grappig wat dat betreft. Dus, even kijken. Ik heb dus vanuit mijn kerkclubje, waar ik nog bij zit, heb ik een cadeaubon van 15 euro. Ik doe hem gelijk in de laag. Daar ben ik op zich heel erg blij mee. Ik heb vanuit mijn broer nog een DVD gekregen. Ik krijg sowieso nog heel veel spullen als het goed is. Mijn moeder werkt bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel, daar krijgt ze nog spullen van. Morgen zal ik even een aparte video opnemen voor Dokkum. Tenminste, van mijn werk uit, zeg maar. Vanuit Dokkum krijg ik ook nog allemaal spullen. Dus dat komt nog morgen dus. Mocht ik dus meer spullen krijgen. Dus er komt sowieso nog wat dingen bij, geloof ik. Vanuit de kerk komt er nog iets bij. Mocht dat allemaal nog komen, dan zal ik er een aparte video over maken. En als het goed is, komt het 20 of 22 december. Als het goed is, een video ingepland van de. Namelijk ook even nadenken van de tuincentrum was dat. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, ik zou zeggen, ja, check hem even. Hij staat op mijn kanaal, dus kun je hem 22e bekijken. Nou, in ieder geval, dit was dus even een hele korte video. Ik wil iedereen
Heel erg fijne kerstdagen wensen vanuit hier. Ik ga morgen dus nog als goed is nu je kerstpakket even openen en laten zien wat ik dus allemaal gekregen heb. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, fijne kerstdagen. En ik zal bijna zeggen, gelukkig nieuwjaar alvast. En geniet ervan. En laat vooral in de comments weten wat je gaat doen. En misschien heb je ook wel hele leuke dingen gekregen, net zoals ik. En laat het dan vooral weten als je dat wil laten weten. Nou, in ieder geval geef een blauwdipje omhoog als je het leuke video vond. En abonneer op Konijn 5. Abonneer je ook op de Efteling Community. Daar zal ik samen met Nout even het jaar van de Efteling doornemen. Dus die komt ook later of vandaag of morgen nog online. En misschien komt er nog een kerstvideo bovenop. We gaan het zien. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, link in de beschrijving voor die YouTube kanaal. En dan zie ik je later weer. En ik zeg doei!